So you made it to New York City, where I hear you better than ever. It's where you've always wanted to be. Good thing I made it easy to leave. Ik ben er gewoon weer. Oh, echt zoveel emoties. Het is echt heel stom misschien dat je dat zo bij een stad hebt, maar het is gewoon alsof ik een soort van liefdesverdriet heb en ik nu weer, ja, I don't know, het is gewoon zo'n raar gevoel. Ik kan gewoon wel janken of zo. En dan denk ik echt, Brian, doe het, doe normaal. Maar ik ben gewoon weer in New York en dat hoor je ook. Zo, ik ben in mijn Airbnb aangekomen. De eerste nachten slaap ik even in een Airbnb en daarna slaap ik bij een vriend. Maar dat is helemaal niet erg, want er zijn hier twee katten, maar liefst. Daar word ik natuurlijk heel erg gelukkig van. Ik heb even wat make-up op dit hoofd gesmeerd en ik ga even de stad in. Nieuw album van Michael Jackson. Ik ben echt kapot. Het is hier nu 4 uur geloof ik. En als je terugrekent, dan ben ik eigenlijk sinds gisteravond 11 uur al wakker. Dus dat is best wel een behoorlijke tijd. Maar ik voel me weer helemaal levend als ik hier loop, jongens. Oh. Jullie moeten er maar alvast aan gaan wennen dat ik heel veel, oh, wat is het fijn hè, ga roepen. Dit dorre roosje heeft van 8 tot 8 geslapen. Ik had het nog wel nodig. Je ziet het er niet vanaf, maar oké. Okay. Het is nu 11 uur en ik verlang zo ontzettend naar groenten. Gisteren was het natuurlijk echt bagger qua eten. Dus ik ga nu gewoon lekker een salade halen. Ik zal echt de enige zijn. Dit at ik serieus zo vaak toen ik hier woonde. Kijk, dit vind ik dus toffe reclame. Dus dat het dan helemaal handgeschilderd heel mooi op een gebouw zit. Nou, ik heb een goede shopdag gehad. En het is inmiddels een uur of 3. Ik ga naar een vriendin toe, Daphne. Die heb je misschien wel gezien op de weekvlogs van vorig jaar. Ze is een meisje in Nederland. En ze heeft inmiddels hier een kindje gekregen. Dus die ga ik nu eindelijk zien en knuffelen. Vet veel zin in. Goedemorgen. Deze super slechte vlogger heeft helemaal niks gevlogd meer gisteren. Omdat ze veel te druk was met baby's knuffelen en vrienden weer zien en bijkletsen en zo. Ik heb 's middags al wat geshopt, waaronder deze jas. Hij is heel lang. Hij is een beetje groot, maar ik ben er wel echt blij mee. Het is vandaag Thanksgiving en dat is echt een super belangrijke feestdag in Amerika. Iedereen gaat gezellig met vrienden en familie lekker eten. En ja, ik ga dus ook weer naar Ray en Daphne om gezellig, ja, het is toch mijn New York familie, om met hun lekker te eten en spelletjes te doen en zo, denk ik. Happy Thanksgiving! Happy Thanksgiving! Gaan we nou naar een Engelse mevrouw? Nee. Oké, okay. We gaan naar een Engelse mevrouw voor Thanksgiving dinner, geloof ik. We zijn op een super Amerikaans huis. Helemaal Thanksgiving met een turkey en alles. Eet ik natuurlijk niet, maar wel heel leuk. Vet lieve mensen allemaal. Zo mooi aangekleed. Het is echt een leuke traditie die we misschien gewoon ook naar Nederland moeten halen. Sowieso het hele dankbaar zijn voor alles in je leven. Mensen mogen daar vaker bij stilstaan, denk ik. Gratis party trick van Marije. Als je zo'n dingetje meeneemt, dus zo'n highlight pennetje, gouden glitter dingetje, dan moet je die even zo bij je oog doen.
En dan zie je er echt weer super fresh en gezellig en zo uit. Goedemorgen. Het feestje vindt het heel erg leuk. Ik heb de video eigenlijk niet echt nog afgesloten, maar bij deze. Het was heel leuk. Ik was heel moe. En ik sliep om 12 uur en ik was om 6 uur wakker. Dus go jetlag. Het is nu 12 uur denk ik. En ik ga ontbijten. En dat doe ik bij Artichoke Pizza. Want ik ben volwassen en ja. Je bent maar één keer in New York. Dat is niet waar, maar je snapt het. Dit is serieus zo vreselijk lekker. Claire, ik denk aan je terwijl ik het in mijn mond stop. Hoe gelukkig ben je nu op een schaal van 1 tot 10? 12, op zijn minst. Op zijn minst 12. Ja. Weg, ga dat eten als je in New York bent. Nee, het is niet gezond, maar wel heel erg lekker. Zo, ik ben met Jonathan! Jonathan, tell us a little bit about yourself. Well, I'm from Brooklyn. I grew up in Flatbush. And I These went people to don't school. Know what Flatbush oh, is. Oh man, it's where all the Jewish people with the curly hair live that yeah. have the big hats yeah, that are made right. out of fur. Mm-hmm. And when you're there, it's kind of like being in the 1800s in, yes. in Poland and Russia. Exactly. And the food is interesting. It's not as good as in Williamsburg, which is where we live now. Yeah. Where yeah. I used to live. Uh-huh. We're gonna take a trip to the old apartment of Mariah and Max later. Yes. But for now, we're gonna go get some brunch. Yes. Ooh, yeah. Hey, you're a natural vlogger. I know, right? Een lekkere havermout. Nou ja, ik weet nog niet of die lekker is, maar het ziet er best wel goor uit. En een egg sandwich. Hier. Hey, you have to look me in the eye. Oh, sorry. Cheers. Jongens, ik ben op een plek. De plek waar ik eerst woonde. Oh, ik moet even zorgen dat ik niet onder een auto loop. Ik ben bij mijn oude huis gewoon. Het is zo gek om hier te zijn. Volgens mij heb ik echt al 100 keer gezegd dat ik het helemaal gek vind om hier te zijn. Maar het is echt heel gek om hier te zijn. Het is al 7 maanden terug denk ik dat ik hier wegging. En het voelt alsof het gisteren was. Maar ook alsof het een heel ander leven was ofzo. Kijk, daar woonde ik. Zo, ik ben inmiddels weer op Manhattan. Omdat ik een koffietje ga drinken met Rens Kroes. Want die woont hier tegenwoordig. En we gaan even kijken of we misschien wel een videootje kunnen opnemen samen. Dat zou leuk zijn. Ja, ik ben heel benieuwd hoe ze het heeft om hier weer te wonen. Dus, gezellige dingen. Daar is Rens! We hebben een lekker eten gehad. Rens, dankjewel voor het lekkere etentje. En heel veel succes hier. Ik zie je eigenlijk volgende week. Ja. Dansen. Oh, dat wordt wat echt. Dat wordt wat.